Michiel van der Aarde. Ik vind het echt een eer. Ik denk dat we dat allemaal hebben. Dat we denken, fuck, we zijn erbij. Ja, tot vandaag, omdat je denkt, 6 april 2011. Vanmiddag, ik weet niet of iemand, waarschijnlijk wel een hoop mensen in de zaal volgen. Jasmin ook wel op Twitter, gewoon onaanvolgbaar daar. En ik, vanmiddag, 3 uur, en ik zit net, ja, dat gaat dan allemaal wat minder romantisch tegenwoordig, maar dat gaat dan via een linkje, zit ik digitaal het hele album een keer te checken. Ik had er wel wat dingen gehoord, zonnetje, uit een kutspeakertje van zo'n laptop. Eigenlijk, dan moet het wel heel goed zijn, wil het goed klinken. Want wat dat betreft, echt die topmuzikant, het knalde uit die speakers, Holger, Sander, gasten die het gemaakt hebben, sowieso daar applaus. Een beetje coole tracks, afijn, we hebben ze net live gehoord. En ik krijg een tweet, het was 3 uur, ik weet het precies, het was 3 uur 's middags. En we're ready was de tweet. En ik zie, ik denk bij jou thuis, ik heb geen idee, maar ik zie een verwarming. Ik zie vooral een koffertje, ik zie een gitaarkoffer en dan gewoon een echte, zo'n wijventas, zal ik maar zeggen, waar dan alles in is. En zij is er klaar voor. En ik voelde gewoon dat ik zenuwachtig werd. Ik denk, holy shit, vanavond gaat het gebeuren. Want ze kunnen het allemaal, ik bedoel, nou ja, muzikanten bedankt, de eetbal klein en zo, die heeft het allemaal voor elkaar. Maar uiteindelijk, en dat vind ik toch wel echt fabuleus, ik zie dat ook net weer te kijken. Ik, ja, er zijn een hoop mensen die hebben een droom. Ik, ja, ik wil wel een keer een cd'tje maken. Ik ben bezig met een cd, weet je, hoe vaak je dat van die mensen hoort zeggen. Hier staat een wijf, zij heeft godsamme nu gewoon een cd, dames en heren. En dan mag ze echt fucking trots op zijn, zoals het hoort op zijn hele presentatie, laat ik me altijd even zien. Dit is hem, check hem. Hij is wel mooi. Ja, weet je, ik ben niet zo heel goed in praten. Maar in ieder geval, ik ga niet allemaal namen noemen of zo, maar de mensen die zich aangesproken voelen, dat bedoel ik al, weet je wel, ik kan echt niet praten. Die weten dat ik die heel erg wil bedanken en straks loop ik gewoon lekker door de zaal en dan kom ik iedereen heel veel kusjes geven en allemaal lekker. Ja, be one more, wat wil je dan? Muziek! Nee, joh. Muziek! Nou, dan een afsluitertje. Wacht even. Weet je, dat is dan toch wel het liedje wat het meest gedraaid is en een beetje het meest van mij kennen. En dat is dan Chemical Love.